vandaag op een vlot in Flevoland, Kuinderen. En we mogen de Albisco Shape 3 testen van Fjällräven. Dat is een tent van hun. En ja, je kunt die natuurlijk gewoon testen op de camping of op het grasveld. Wij vonden het dus wel leuk om deze te testen op een vlot op het water. Dus we gaan hem zo opzetten en dan laten we jullie weten wat we ervan vinden. Hij staat op het vlot. Ik denk dat we er ongeveer 20 minuten of zo over hebben gedaan. Maar dat komt vooral omdat het op een vlot is. En hier zitten niet heel veel haken. Dus we moeten een beetje improviseren. Maar de tent zelf was echt super simpel op te zetten. Je hebt 3 stokken die erbij zitten. En alle stokken zijn een andere kleur. En die matchen dus met de kleur in de tent. En de stokken gaan aan één kant, zitten ze ook echt al gelijk vast. En je hoeft ze maar aan één kant zelf nog vast te zetten. Dus dat is eigenlijk ook wel heel erg makkelijk. Hij is super licht verder. Dus ja, eigenlijk heel erg fijn. En we gaan kijken hoe hij gaat slapen vanavond. Ik denk dat het helemaal prima gaat. Alle slaapspulletjes liggen er al in. Past perfect. En ook deze mooie viervoeter gaat in de tent slapen vanavond. Dus hij mag in het voelvakje. En dan kijken hoe hij het vindt. Dus, dat rust alvast. Een graad of 17, dus het was eigenlijk helemaal niet koud. We hebben prima geslapen. De tent is een heel klein beetje vochtig aan de buitenkant, maar van binnen echt niks van te merken. En het had ook wel een beetje gewaaid vannacht, maar dat was eigenlijk ook, ja, voelde je verder helemaal niks van. Dus het was wel heerlijk slapen vannacht. De waterval staat al klaar. Hij zal denk ik het liefst heel de dag op de waterfiets of in het water zitten. Hallo. Zo, even een tour door de tent van Fjällräven. Kijk, hier is het mooie stukje waar Bruno vannacht heeft liggen slapen. Prima ruimte voor een hondje. En hier links hebben we allerlei spulletjes liggen. En daar is ook genoeg ruimte voor. Wat verder fijn is aan de tent is dat hij veel ventilatieopeningen heeft. Dus dat blijft lekker koel. En hij heeft ook, als je misschien kan zien, afspantouwtjes. En daardoor staat hij snel en blijft hij ook lekker snel staan. Als we hier eventjes kijken, dan hebben we het slaapgedeelte. En wat ik wel fijn vind, is dat dit deel naar beneden klapt. Waardoor je alle ruimte hebt om in te stappen en niet een halve flap of zo die nog blijft hangen. Nou, we hebben links vakjes. We hebben rechts vakjes. Rechts achterin vakjes. Onze slaapzakken. En wat ik al zei, de afspantouwtjes die hangen er. Maar wat ook wel fijn is,
is dat je daar spulletjes aan zou kunnen hangen. Achterin hebben we nog een mooi rietje om bij het achterste ventilatieopening te komen. En hij is klein, dus we zijn er al doorheen. Maar hij is wel fijn en eigenlijk genoeg ruimte voor ons, de hond en onze spullen. Ja, het is een heel erg lichte tent. Een tent van ongeveer 2,5 kilo. En als je zou willen kun je hem dus ook prima mee de bergen innemen. Ik denk dat hij in een rugzak vanaf 45 liter toch wel goed moet passen als hij helemaal is opgeruimd. Het is in principe een tent voor 3 personen. Wij hebben vandaag een beetje luxe gedaan, want we hebben op een luchtbed geslapen. En dat paste ook prima, maar zeker als je op een matje slaapt of zo, dan moet dat ook met 3 personen wel lukken. En onze hond die sliep natuurlijk ook bij ons vannacht in het voorvakje. Dus het is echt wel heel ruim voor 2,5 kilo. De tent is echt aan één kant volledig afgespannen en aan de andere kant niet helemaal. Dat komt omdat we dus op het slot zitten en niet aan alle kanten haken zitten. Maar ondanks dat blijft hij echt super stevig staan. Ook al waaide het vannacht een beetje. Hij staat nog precies zoals we hem gisteren opgezet hebben. Dus dat is heel erg fijn. En we hebben niet vannacht opnieuw de tent moeten afspannen aan de andere kant. Dus het is echt een hele stevige tent. Heel erg licht. En prima mee te nemen. Dus zeker aanrader. Zo, we laten het vlot weer achter ons. We hebben de tent alweer achterin liggen, net als de rest van de spullen. We hebben een lekker nachtje gehad met een prima tent. Het is echt een fijne tent om mee te nemen, ook naar plekken die niet zo standaard zijn. Dus ons weekendje zit er weer op. En tot de volgende keer.